Jana Corijn, we staan hier in Zonhoven en jij bent bij een nieuwe club, na Zultewaardegem, Anderlecht, Club Brugge, ben je bij Lierse terechtgekomen. Hoe zat dat allemaal ineen? Eigenlijk, Brugge had beslist om te stoppen met de eerste ploeg. De tweede ploeg bleef wel nog bestaan, dus dan had ik besloten om op zoek te gaan naar een andere ploeg. En uiteindelijk hebben we dan gekozen, Lierse had ook al ieder jaar interesse. En uiteindelijk heb ik dan nu beslist om toch die stap te maken. Dus ik ben wel blij dat ze mij nog altijd wouden ontvangen. Dus, ik zie toch ook, Lierse speelt ook altijd mee bovenaan, dus dat is wel een stap vooruit. Ja. Vandaag val je in tegen PSV en je scoort een mooie goal. Hè? Ja, dankjewel. Ja, ik was wel blij. We mogen ook vandaag druk zetten. En PSV is ook een mooie tegenstander. Ik denk dat je altijd gemotiveerd bent om tegen PSV te spelen. En die bal komt dan echt perfect vooraan. En dan tik ik hem nog binnen. En ik heb hem helemaal moeten gooien, maar het was echt te deugd. Het is leuk om zo te kunnen beginnen. Ja, inderdaad. Een goede voorbereiding is altijd plezant. Zeker voor de ploeg ook. We kunnen veel positieve dingen meenemen naar de volgende match en dan zeker naar de competitie toe. Dus. Jullie beginnen tegen Tiene, een moeilijke tegenstander. Ik denk dat iedereen Tiene misschien wel onderschat. Maar ik denk dat het belangrijk is om geen enkele ploeg te onderschatten. Het is weer tegen alle Belgische ploegen. Dus iedereen gaat gemotiveerd zijn. Het is dan ook met play-offs. Dus ik denk dat pas alles op het einde hebben en iedere match moet gewonnen worden. Maakt niet uit of dat tegen Tiene of Standaard is. En is Standaard nog altijd de titelfavoriet? Of sinds dat Tessa weg is en Vanity misschien iets minder? Ik denk wel. Het is sowieso dat ze sterke aanvallers kwijt zijn. Dus ik denk dat ze daar wel op zoek moeten naar een oplossing. Dus misschien is nu dit jaar aan de andere clubs om daar misschien... Misschien is dit jaar de kans wel om iemand anders een keer kampioen te zien spelen. Dus. Oké, dankjewel en veel succes. Ja, dankjewel. Merci.